kijk, als ik dan een beetje goed werk, ben ik te verstaan? Ik dacht wel, hè? Ja. Ik vind het tot nu toe geen begrafenisdienst. Allemaal vrolijke, mooie liederen die we met elkaar zingen. En een fantastisch combo natuurlijk erbij. En ik ervaar ook vreugde in mijn hart als we deze liederen mogen zingen. En dat draagt het combo aan bij, maar dat draagt natuurlijk ook de liederen en uiteraard ook de Heilige Geest in erbij. Ik heb een toespraak, een overdenking geschreven, gemaakt, waarvan ik natuurlijk een beetje naar Pinksteren moet kijken, maar ik vond een kleinoot iets zo mooi dat ik dat graag ook hierin mee wil nemen. En ik hoop eigenlijk, dat is mijn hoop, dat na afloop jullie zeggen van hey, ik ben bemoedigd, ik ben gesterkt en ik heb vertrouwen in mijn weg met God. Ik durf met meer overgave te wandelen met God, met de Heer Jezus. En als ik een PowerPoint maak, dan heb ik dit altijd als basistekst vooraanstaan. Ik geloof en ik ervaar dat ook, dat de Heer Jezus heeft woorden van eeuwig leven. Het boek, het woord van God is een gift, is de gave van God aan zijn kinderen. En wij zijn zijn kinderen door het geloof in de Heer Jezus. En wij mogen het levend woord van God mogen wij elke keer opnieuw ervaren. Ik heb deze tekst uit Johannes 14 even genomen. Ik moet even nadenken van, we gaan het ook lezen met elkaar. Maar een beetje als titel, ik zal jullie een trooster geven. Daar ook een dikke uitroepteken mogen staan. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug, dat zegt de Heer Jezus in Johannes 14. Het begint dan, als je mijn lief hebt, houd je aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. En je hebt natuurlijk helemaal gelijk. We hoeven niet te bidden om de Heilige Geest. De Heilige Geest is een verzegeling van de Heere God aan ons, van de Heer Jezus aan ons. En hij woont in ons. En dat is een fantastische zegen. En dat je mag dat elke dag mag je dat ervaren. Als ik het over de Heilige Geest heb en ik heb het over de Heer Jezus, dan als ik dan hier achter zo'n preekgestoel sta, dan denkt u misschien, nou, die jongen die leeft wel heel dicht bij de Heer Jezus. Nou, ik leef ook op genade. Soms wandel ik met God en ervaar de diepe vreugde in mij. En soms is voor mij God ook even weg. En dan zoek ik hem tastend, ook een bijbeltekst. En dan soms begrijp ik hem ook niet. Soms is mijn hart daarin ook verward. En andere keer ervaar ik inderdaad, zoals ik al zei, vreugde en zijn aanwezigheid heel dicht bij mij. In die zin verschil ik helemaal niet van u. En ik ben ook een mens, maar ik vind het wel fijn om daar vol passie over te spreken en dat met jullie te delen. Natuurlijk, Handelingen 2. En het is al gezegd bij de aankomst, er gebeuren bijzondere dingen op de Pinksterdag. Er wordt gesproken over dromen, over profeten, over een dag die eens gaat komen. En eigenlijk vond ik daar een hele mooie kleinoot in, maar Petrus gaat verder. Hij zegt, en dat gaan we zo meteen ook lezen, luister naar wat ik jullie vertel over Jezus. De eerste Pinksterdag komt allemaal door de Heer Jezus. En hij kiest daarbij een onderdeel uit Psalm 16. En dat had ik nooit verwacht. En dan dacht ik bij mezelf, waarom heb ik dat nooit gelezen? Heb je al vaker, hè, als je een bijbeltekst leest of een bijbelgedeelte, dan pak je in één keer iets waarvan je denkt van, hey, dat heb ik altijd gelezen, maar ik heb er nooit even op ingezoomd. Het is een Pinksterpsalm die als volgt klinkt in de woorden van Petrus, in de woorden van de Bijbel in de gewone taal. Dat heb ik neergezet. Maar ik heb voor dit ook even de vertaling gemaakt in de herziene vertaling en in de MBV. Maar het is gewoon goed om Psalm 16 ook te lezen met elkaar. Maar ik merk dat ik ook even wat te snel ben, maar dat zien we dan weer. Ja. Af en toe heb ik dat, hè. Dan spring ik een beetje te hard van de een naar de andere. Maar eens even kijken. Moet ik even kijken of ik dat wel goed heb neergezet. Ja. Eigenlijk wil ik eerst even dat stuk uit Handelingen 2 lezen, als we het u goed vinden. Want er werd gelezen uit Handelingen 2, het eerste gedeelte. En ik wil graag lezen wat Petrus daarin heeft aangegeven. Dan kunt u dat ook even zien, even lezen.
Het is een hele mooie reden. Het is zo goed om dat te lezen. Even kijken. Dan moet ik zelf ook even kijken, natuurlijk. Vers 11. Dan zit ik zelf even te kijken. 2. Had ik het thuis gewoon mooi opgezocht en dan heb ik een verkeerde tekst bij. Of zit ik nog verkeerd te kijken? Handelingen 2. Oh nee, het is Psalm 16. Kijk, dat, nou weet ik het alweer. Het is Psalm 16, vers 11. En in Handelingen, daar staat... nou, vers 17 misschien. Ja, nee. Het is leuk dat we met elkaar even op zoek gaan, hè? Ja, ik kan er ook wel van genieten, moet ik zeggen. Ja. Nou, ik kom daar even op terug. Vind je dat goed? En. Ja. Ja, dat hele stuk gaat eigenlijk best wel over Psalm. Ik laat het even rusten, want anders dan schep ik meer verwarring dan dat ik duidelijkheid schep. En Psalm 16, daar gaan we even naartoe. Dus ik ga maar zo meteen even kijken. Even kijken. Ik zag het net ook al even. Ik kan dat niet uitstaan, hè? Ja, u hebt mij de wegen van het leven bekendgemaakt. Dat is hem, dankjewel. Ja, u hebt mij, de wegen van het leven bekendgemaakt. En dat vind ik zo mooi. De wegen van het leven. En dat is ook wat hier eigenlijk gewoon staat, hè? Hoe zit het leven in elkaar? Wat zijn de belangrijkste elementen uit een leven vol vrede en vreugde? En Psalm 16 die schrijft daarover. En Psalm 16 zegt, u maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. En in de NBV, u wijst mij de weg van het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een liefelijke plek aan uw zij. Dit is mijn kerntekst, dit is Pinksteren. Dit is de vreugde die de Heilige Geest in jou en mijn hart wil bewerken. Dat is mooi. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Overvloedige vreugde is in uw nabijheid. En eigenlijk is dat iets waar we allemaal in ons hart op zoek naar zijn. Wij willen in de nabijheid van de Heer Jezus zijn. Wij willen in de nabijheid van onze hemelse Vader zijn. Wij willen zijn gezicht zien, zijn gelaat zien, zo zegt Psalm dat. Niet letterlijk natuurlijk, dus figuurlijk. We willen bij de Heer Jezus zijn. Wij willen, en hij wil graag zijn vreugde, hij wil graag zegenen. Hij wil graag zijn heerlijkheid met ons delen. En als wij in dat pad wandelen, gaan wij zijn vreugde ervaren. Dan ervaren wij zijn diepe vrede in ons hart. Daar hebben de liederen ook van getuigd die we gezongen hebben. En wat ik wel mooi vind is in die Psalm 16, daar staat in de NBV een stil gebed van David. En in de herziene Statenvertaling staat een gouden kleinoot van David. Dat vind ik eigenlijk een veel mooiere tekst, hè? Een gouden kleinoot. En het is mooi om zo'n tekst 's avonds even thuis te lezen bij het knapperig haardvuur, wou ik zeggen. Dan moet je even de tijd voor nemen. Dan moet je even een glas cola of een glaasje wijn drinken of een lekker biertje. En dan ga je gewoon zeggen, ik ga eens even een half uur ga ik die tekst lezen. En er staan hele mooie dingen in die tekst, niet alleen met je verstand, maar probeer ook die tekst dan met je hart te lezen. Daar word je blij van. En niet alleen van de cola, maar met name omdat het levend woord van God is. Ik word blij met de teksten die de Heer God heeft gezet. Een kleinoot van David. Bewaar mij, o God, ik lees nu de hele psalm. Bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. Ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heer. Ik heb geen goed buiten u. Wat betreft de heiligen die in de landen zijn, zij zijn de heerlijkheid in wie ik al mijn welbehagen is. Vele zijn de smarten van hem. Volgt een paar moeilijke dingen. Ik prijs de Heere, vers 7, die mij raad gegeven heeft. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.
kennen jullie dat? Als je 's avonds loopt te piekeren, of je loopt even, je kan moeilijk in slaap vallen, dan heb ik een Bijbels dagboekje of een psalm en dat probeer ik dan te lezen. En soms lukt dat wel en soms lukt dat helemaal niet natuurlijk. Maar soms denk je, oh wat mooi, en dan word je rustig, ik word dan rustig en dan val ik ook wel weer heel makkelijk in slaap. En dat is natuurlijk wel heel mooi is dat, hè? Ik stel de Heere bestendig voor mijn ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Kijk, dat is mooi. Dat is de ervaring van David. Ervaring van een gelovige uit het Oude Testament is als hij weet dat hij in het aangezicht van de Heer staat, dan wordt hij blij van binnen. Hij ervaart vreugde. Hij ervaart blijdschap. En dat is iets wat we allemaal mogen ervaren. Niet dat ik altijd met een glimlach hier op deze aarde leef. Ik zei het al in het begin. Ik ben een mens en ik sta op de grond van genade. Elke dag weer mag ik zijn genade ervaren. En soms ervaar ik de nabijheid van God. En soms ook niet. En dat is ook niet erg. Wij leven niet op basis van gevoelens. Alleen, wij leven ook op basis van een zekerheid dat Hij voor ons zorgt. Dat zegt zijn woord, of we dat nou wel, of we dat niet voelen. Maar vaak mogen wij ook, als je ook al wandelt. En ik heb altijd wel iets van, als je oog eenvoudig is, ervaar je sneller de Heer, weet u dat? Als je oog eenvoudig is en je stelt je tevreden met de eenvoudige dingen van het leven, kom er zo nog op terug, dan ervaar je God meer, ervaar je zijn nabijheid meer. En dat is wat David vreugde gaf. De wetenschap, de ervaring dat hij in de aanwezigheid van God verkeerde. Dat God zijn naam kent. Dat God weet wie David is. Maak je maar geen zorgen hoor, David. Ik ben bij jou. Maak je maar geen zorgen, David. Ik weet wie je bent. Ik weet wat je meemaakt. Ik zorg voor jou. Ik geef jou een toekomst. En David voelde zich herkend. Evenals Adam voelde zich herkend toen hij in de hof met de Heer wandelde. En heen nog wandelde met de Heer. Er zijn gelovigen uit het Oude en het Nieuwe Testament die zeiden, ja, het mooiste wat je als mens kan ervaren, dat is de wetenschap, de beleving, de ervaring dat Hij met jou is, dat Hij met jou wandelt. Nou, en daar heb ik hem dan. Ik vind dit een mooie tekening. Ik hou hiervan, van dit soort beelden. Wandelen met God, wandelen door de geest. En ik vind dat, soms vind ik het leuk om wat interactie uit de zaal te hebben. Ik weet niet of jullie dat leuk vinden of niet leuk vinden. Wat vind je leuk aan dit plaatje? Wie durft? Een spoorweg, ja, een spoorweg. Een pad, een lijn, ja. Het is heel mooi in perspectief geplaatst. Ja, dankjewel. Wie durft nog meer? Ja, dat kind, hè? Dat is mooi, hè? En weet je wat ik nou mooi vind? Maar echt moet ik het jullie laten zeggen. Ik denk dat hij een teddybeer in zijn hand heeft. Iets wat hij, een knuffel, dat denk ik. Ik denk dat hij een knuffel in zijn hand heeft. En weet je, ik word hier blij van, omdat ik mij ook vaak zo voel als een kind. En ik ben in mijn goed gezelschap, want de Heer Jezus zegt, word als de kinderen. En als kind voel ik mij onbezorgd. Ik voel mij veilig. Ik voel me gekend. En soms dan voel ik ook, en dat maakt mij nederig en dat maakt mij klein, als ik mij voel aan de grote hand van God te mogen wandelen. Och, weet je, ik ben een beetje een controlfreak. Ik mag graag op mijn werk ook alles wel een beetje onder controle hebben. Maar ik ben maar een klein mensje. Ik ben maar heel beperkt. En de grote vragen van het leven, daar heb ik geen antwoord op. En als ik in de hemel ben, hè, mijn moeder zei altijd, van Gerrit-Jan, wij kijken altijd tegen de onderkant van het borduursel aan. Dat is vies, dat is ruw, dat is niet mooi. Maar in de hemel mogen wij het vanuit zijn perspectief bekijken. En dan zien we een prachtig, mooi, geordend verhaal. Hij die alles werkt naar de raad van zijn wil. En ik wil dat vertrouwen hebben. Ik wil die overgave hebben. Dat moet ik leren. Ik moet leren om hem te vertrouwen. Ook al zie ik het einde van het spoor niet. Want soms zit er een bocht in het spoor. Of er zit iets op het spoor, een heuvel. En hij zegt, loop maar rustig met mij mee. Vertrouw mij maar. Hou mij maar vast. En als jij mij niet vast kan houden, dan hou ik jou wel vast. Hè? Dat is dan, herken ik.
En ik vind soms hele belangrijke dingen belangrijk in het leven. Mijn teddybeer, de dingen waar ik mij zekerheid om ontleen. Mijn baan misschien, mijn inkomen, mijn capaciteiten, misschien mijn centjes op de bank. En de Heer zegt, ach, laat dat maar lekker in je hand. Het stelt in hoe groot ik ben, stelt wat jij in je hand hebt eigenlijk helemaal niks voor. Vertrouw mij nou maar, geef je nou maar over. Wees als een kind. En wees gelukkig als je met mij mag wandelen. Dat is het eigenlijk, hè? Als wij hem mogen vertrouwen, dat hij een pad voor ons heeft. En hij zegt het ook, hè? De Heer Jezus, zo hij zegt, de Heer Jezus zegt ook... ik zal niet voor jullie bidden, maar de hemelse Vader zelf heeft u lief. Hij, die grote schepper van hemel en aarde, die in een ontoegankelijk licht woont... Wij kunnen ons geen voorstelling maken van zijn grootheid. Heeft jouw naam genoemd. Hij weet wie je bent. Hij weet wat je doormaakt. Hij houdt jouw hand vast. En wij mogen ons vertrouwen dat wij in zijn aanwezigheid mogen wandelen. En daar worden we blij van. Hij zorgt voor je geborgenheid. Een mooie tekst vond ik. En die moet je even, mag je even onthouden als je dat wilt. Als wij zijn... als wij de omstandigheden niet kunnen snappen, als wij niet weten hoe de wereld in elkaar zit, dan mogen wij zijn vertrouwen op zijn liefderijk hart. Soms weet ik niet waarom dingen gebeuren. Op mijn werk ook, er zijn best wel een aantal mensen die nog jong zijn en die zeer ernstige ziekte hebben. Ik doe personeelszaken bij een bedrijf. En jonge mensen die dan kanker hebben en ziek zijn en overlijden. Ik vind dat moeilijk. En ik vind het moeilijk dat zo'n 9-jarig jongetje in Maastricht gruwelijk wordt omgebracht. Ik kan dat niet snappen. Ik kan niet snappen waarom God toelaat... Verkeerde zin, hè? Dat God toelaat dat er oorlog is tussen in Oekraïne. Dat er zoveel leed is in de wereld. Ik kan dat niet snappen. En ik kan het wel uitleggen. Ik heb ook mijn werk, de verantwoordelijkheid van de mensen. Ik weet wel hoe ik dat een beetje uit moet leggen, maar... Het is voor mij zo moeilijk. Ik vind dat zo lastig. En toch mag ik dat loslaten. Toch mag ik dat zeggen van, ik weet het gewoon niet. Ik vind het fijn om te zeggen, en hoe ouder ik word, hoe makkelijker ik dat vind. Ik weet het niet. Maar ik vertrouw op wie God is. Ik vertrouw op zijn raadsbesluiten. Ik weet dat hij liefde is. En dat hij het beste voor mij voor heeft. En dat hij mijn zonde vergeven heeft door het offer van de Heer Jezus. Fantastische dingen waar ik blij van word. Ik wil graag met hem leren wandelen. Maar ik ben ook nederig en bescheiden. Ik vind het wel moeilijk. Maar ik mag het wel doen. Een ander mooi plaatje vind ik. En dat is een hele oude tekst. En ik kom wel soms als ik dan loop en wandel. Dan neur ik wel eens dat lied. En dat is mooi, hè? Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. En ik weet mij in zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is hij. En dat is weer Pinksteren. Dat is weer dat je ervaart dat de Heer Jezus in je hart woont. Dat jij een kind van hem bent. Dat je in zijn aanwezigheid mag wandelen. Weet u, heel veel dingen vind ik mooi als er genezingen plaatsvinden. En dat er tekenen zijn. En dat er hele mooie dingen gebeuren. Maar het mooiste wat een mens kan overkomen, en daarom zegt Petrus het ook in Handelingen 2, het mooiste is wandelen in de aanwezigheid van God. En de Heilige Geest leert jou dat, leert mij dat. Hij ondersteunt mij daarin. Ik wandel in het licht met Jezus, ook al regent het. In Nederland mag het wel vaker regenen, zeggen de boeren. Is er misschien wel te veel licht, maar ik ben blij dat het vandaag in ieder geval mooi weer is. Het donkere dal ligt achter mij. En het donkere dal is, zoals ik dat heb, is dat je nog belast bent met je zonde. Dat je met je zondeprobleem worstelt. Dat je zegt, ik ben verantwoordelijk voor wat ik gedaan heb. En ik heb daar spijt van, ik heb daar last van. En Heere God, ik ben schuldig ten opzichte van heilig en rechtvaardig God. En zegt Heere God, kijk naar mijn zoon. Kijk naar mijn offer. Ik heb dat offer gebracht door mijn zoon naar deze aarde te geven. Weet u wat daarbij hoort? Ik hoorde een keer een verhaal dat iemand zei, wat een rare vader is dat, dat hij zijn zoon naar een kruis toe stuurt. Maar er staat iets bij. De Heer Jezus zegt,
Vader, ik wil heel graag een lam zijn. Ik wil heel graag sterven voor de mensen. Geef mij een lichaam. Ik doe wat u wilt. De Heer Jezus wilde zelf graag het offerlam zijn. En dat zie je heel mooi, ander onderwerp, dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één zijn in hun beweging. Één zijn in hun visie op de mensen. De Heer Jezus wilde graag het lam van God zijn. Hij wilde graag sterven voor de mensen. Hij wilde graag onze zonden op zich dragen. Hij wilde gestraft worden voor wat wij misdaan hadden. Dat heeft hij voor ons gedaan. Hij is mijn vriend. Met een hoofdletter. Het donkere dal ligt achter mij. Ik mag weten dat mijn zonden vergeven zijn. Ik weet dat ik in zijn trouw geborgen ben. En ik kan niet beseffen hoe mooi dat is. Hoeveel vreugde mij dat geeft. Ik kan dat niet te volle beseffen. Welk een liefdevolle vriend is hij? Mooie tekst. Mooi lied. Hij klemt. Moet ik even... Oh! Oké. Okay. De bovenste, zeg je? Oh. Ja. Even toch op een rijtje. Ik ben toch iemand van wat ordening, dus ik heb dat even uitgetypt. Wat bewerkt de Heilige Geest? Hij verheerlijkt de Heer Jezus. Hij laat onze ogen, ogen van ons hart... richt hij op de Heer Jezus. Hij laat ons de Vader zien en hij leert ons Abba Vader zeggen. In deze tijd, in veel Oosterse godsdiensten, in veel boeddhisten, in veel Taoïsme, praat je over een onpersoonlijke God, een kracht. Onze God is een persoon. En hij zegt, noem mij Vader en jullie mogen Abba Vader zeggen. Iemand die ons, een persoonlijke God, die jou en mij kent. Hij overtuigt ons van zonde. Niet altijd zo prettig, niet altijd zo fijn, word je niet altijd blij van. Maar het is wel nodig, het is wel belangrijk. Hij helpt ons bidden en bidt voor ons. Hij leidt ons, hij helpt ons, hij geeft ons geestelijke gaven. En hij bewerkt in ons de vrucht van de geest, zoals we dat noemen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij is in ons. Hij laat ons geen wezen. Ik vind het een troost. Ik wil gewoon even... een moment met u delen waarin ik dat op een bijzondere manier ervaren heb. En weet je, het gaat niet om mijn ervaring, want velen van u hebben deze ervaring. Mijn ouders die zijn oud geworden, zitten in een verzorgingstehuis, moeten steeds meer verzorgd worden, takelen af. En ik maak dat proces heel intensief mee en daar word ik ook gewoon verdrietig van. Daar lijd ik een beetje onder. En ik weet dat ze al twee de Heer Jezus toe behoren. Ik weet dat zij naar het vaderhuis gaan en dichter bij het vaderhuis zijn dan ik. Maar ik word er toch verdrietig van als ik geconfronteerd word met de aftakeling en het stervensproces. En toen ik daar vandaan kwam en toen ik in de auto zag, moest ik gewoon heel sterk denken aan een bepaalde tekst. En dat was deze tekst. En daar werd ik gewoon heel erg blij van. Van, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste was voorbij, aarde was voorbij gegaan, de zee was niet meer. En ik zag een heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd was. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie de tent van God is bij de mensen, hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Mooie tekst, hè? Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En weet je wat ik denk? Bij sommige mensen is hij er best wel lang mee bezig. Het is een werkwoord. Bij sommige mensen, het is niet... De Heere God neemt tijd om jouw tranen uit jouw ogen weg te wissen. En dat maakte mij ook wel... Dat vond ik mooi. Dat vond ik mooi. Daar zit een stukje troost in. Een stukje herkenning in van het leed wat je op deze aarde hebt gemaakt. Misschien... pas ik dat misschien niet helemaal direct toe, maar ik vind het wel mooi. De dood zal niet meer zijn. Geen rouw, nog klaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, daar was de tekst die mij voorbij kwam. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En toen ik dat op een ander moment deelde met mijn ouders... die hebben een besef van ongeveer een kwartier, 10 minuten, daarna zijn ze weer vergeten... Toen straalden mijn vader en mijn moeder, ja, ik mag binnenkort naar de hemel gaan, waar Jezus is. Het is toch mooi dat
dat heel diep in iemands hart zit. Hij die op de troon zat, zei, ik maak alle dingen nieuw. En die hij is Jezus Christus. Hij zit op de troon, hij is overwinnaar, hij is onze Heere. Hem zij de glorie tot in alle eeuwigheid. Dat is een fantastisch iets wat je... Dat is vreugde wat de Heilige Geest in je hart werkt, om die visie te hebben. Vind ik mooi, daar word ik blij van. Als de Heilige Geest een trooster is... weet je, ik moest, toen jij die opmerking plaatste, dacht ik van ja, het is geen begrafenisdienst. Maar ik ben heel vaak vreugdevol gestemd. Maar toch zitten er heel veel schaduwkanten aan dit leven. Ik kan het niet helpen. Als ik elke ochtend opsta en mijn tanden poets, ben ik wel blij over een dag. Maar soms ben ik ook wel hartstikke... Het is niet altijd... maar dat bedoel je ook niet te zeggen natuurlijk. Hè? Nee. Ik heb veel aan de troost van God. En misschien komt het omdat ik af en toe wat zwaarmoedig van geest ben. Hoewel ik ook wel heel blij en uitgelaten kan zijn. En denk ook soms wel eens wat grappig te zijn. Maar ik vind... Hij troost ons. Dat vind ik mooi. De Heilige Geest is een troost. Dat is een keus van God om de Heilige Geest een trooster te noemen. En natuurlijk is dat omdat de Heer Jezus niet meer bij ons is. Hij is in de hemel. Daarom de discipelen waren verontrust. Die waren angstig. Die waren bang. U was altijd bij ons. En nu gaat hij weg. En ik voel mij een wees. Ik voel mij alleen gelaten. En de Heer Jezus zegt, ik zal u een trooster geven. Iemand die in u komt wonen. En dat mogen we elke keer ervaren. Daar hoeven we niet om te bidden. Dat mogen we gewoon weten. Dit is de troost die het woord van God ons aanbiedt. Er komt dat net wat we eigenlijk al hebben aangegeven. Geprezen zij de God van Vader, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en die ons in al onze ellende moed geeft. Kent u dat, dat hij ons moed geeft? Af en toe spreekt God ook door mijn vrouw heen. Ze zit hier ook, maar ik merk dat ook af en toe. En ik moet dat niet te vaak zeggen, want dan... dat is een grapje natuurlijk, hè. Maar ik had een onderdeel van onze wereld waarin we leden. Iets maakt mij veel zorgen, wat er in onze omgeving gebeurt. En daar had ik last van. Want ik heb al even aangegeven dat ik... af en toe ben ik een beetje een curlinghouder. Weet je wat is een curlinghouder? Curling, ken je dat spel? Dat is het meest onzinnige spel volgens mij wat op de Olympische Spelen is. Dan heb je een schijf en die moet dan naar een parcours lopen op ijs. En dan heb je van die mannetjes en van die dames die hebben dan zo'n stok. En die gaan dan voor die curling, gaan ze dat water, het ijs vloeibaar maken. Zodat dat ding ongestoord zijn baan kan verlijnen. Een curlingouder is een ouder die eigenlijk zorgt dat hun kinderen geen obstakels hebben, dat ze geen problemen hebben. Dat je eigenlijk alle pijn en moeite oplost. Want als het tere zieltje een beetje verdrietig wordt, dat kunnen we toch niet over onze kant laten gaan. Dat is een curlinghouder. Dat doet de Heer Jezus niet. Hè? De Heer Jezus laat ons ook opvoeden door de gebeurtenis. Soms worden wij beproefd en hebben ook bemoediging nodig. Overigens kunnen we elkaar ook bemoedigen. Hè? Als je bidt voor elkaar, als je er bent voor elkaar, dan doen wij ook de wil van God daarin. We zijn als gemeente aan elkaar gegeven om elkaar te helpen om te leven. Om die dingen te doen die wij mogen doen. En daarin troost hij ons. Daarom geeft God ons moed, onze kracht. Wij worden ook bemoedigd. Onze ziel wordt vernieuwd, hè, zoals een psalm ook zegt. Nou, dat is eigenlijk dit stukje. Dus 2 Korinther 1, vers 3 gaat over bemoediging. Dat gaat over troost. Dat gaat over vat weer moed. Ga staan op je voeten en wandel, zegt de apostel. En natuurlijk gaat het om in dit geval de verlamde die ziek werd. Maar soms kunnen wij door omstandigheden ook verlamd worden. Dat wij zonder moed zijn of moedeloos zijn. Wij kunnen weer moed vatten. Dan kunnen we ombidden. Heer, geeft u mij kracht. Geeft u mij moed voor elke dag opnieuw. En dit is, dit blijf ik mooi vinden. Hè? Dit Bijbelgedeelte wordt ons de aandacht gericht op de opstanding van de doden. Ik blijf dat een krachtige tekst vinden. We hebben net hemelvaart gehad, we hebben de opstanding gehad, Pasen hebben we natuurlijk gehad. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voortgaan. En dit is de toekomst.
Oh, wij weten daar zo weinig van. Wij proberen onze voorstelling daarvan te maken. En het is fantastisch dat als de wederkomst van Christus is, dan zullen de eerste doden die Christus toeboren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd. En dan gaan we in de lucht hem tegemoet. En dan, het gaat met name om die onderste zin. Ik hoop dat ik dat kan zien door de microfoons hier. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Wij zullen altijd bij hem zijn. En weet je, dat is, bij hem zijn is niet straks. Want zoals we net die psalm hebben gelezen, dat is ook al nu zo. Wij mogen nu ervaren om bij hem te zijn. Wij mogen zijn aanwezigheid ervaren. En we kunnen ons daarmee vertroosten. Als ik of u een tijd niet dicht bij de Heer heeft gewandeld, dat klinkt een beetje betuttelend, maar daarmee zit, dan kunnen we elkaar bemoedigen. Dan kunnen we elkaar helpen om door die periode heen te komen. Nou, ik heb nog twee plaatjes die ik wel mooi vond. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Mooie tekst. Krachtige tekst. Maak je niet ongerust. Hij heeft alles in zijn hand. Ik maak mij soms vreselijk ongerust. En dan heb ik weer die teddybeer in mijn handen. Ik maak me ongerust. Ik vind dat ik alles moet oplossen in deze wereld. Ik moet meer vertrouwen op mijn hemelse Vader. Hij heeft alles in zijn hand. En hij is veel machtiger dan ik. Ik heb alleen maar een teddybeer, hè? Meer niet. Dat geeft mij vrede en dat geeft mij rust. En, dat is mijn afsluitende plaatje. Wij hebben niet de geest ontvangen. Wij hebben niet de geest der wereld ontvangen. Die steeds maar meer wil. Die steeds maar wil genieten. Die steeds maar bezit wil vergaren. Die steeds maar weer wil hebben. Maar onze geest is uit God. Opdat we zouden weten wat ons door God in zijn genade geschonken is. Wij mogen ons bezighouden met de hemelse dingen die onvergankelijk zijn. Nou, ik wou dit graag aan u delen. Dank je wel.